Welkom bij het vak Telecom, Telecommunicatie voor de derde klas. Het gaat om de tweede repronde, tweede kwartaal, tweede RR en dat is cellulaire communicatie. Het is eigenlijk een boek, maar het kan ook zijn dat je een stencil hebt in plaats van dat mooie boek. Ik ga je toch even wijzen. Dat boek zal er misschien zo uit kunnen zien. En het stencil ziet er zo uit. Beide zijn hetzelfde. Het is voor de derde klassers van de energie en de infostudenten van elektro op het Natin. En het gaat over de leerstof van de tweede repronde, tweede RR, tweede kwartaal. Nou, cellulaire communicatie. Er staat bij de inleiding. De eerste generatie mobiele netwerken was gebaseerd op zenders met een hoog vermogen en een groot dekkingsgebied. Kijk, onder gunstige omstandigheden, en laten we hopen dat de omstandigheden dit jaar weer gunstig zijn, is dit vak meestal, wordt het multiple choice getoetst. Toch? Meer keuzevragen. En als ik geef jullie een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld deze zin, daarom zeg ik elke zin is belangrijk. Je moet elke zin uit de tekst kennen. Als ik deze eerste zin al wil toetsen, zou ik dit doen. De eerste generatie mobiele netwerken was gebaseerd op zenders met een puntjes-puntjes vermogen en een puntjes-puntjes dekkingsgebied. A. Laag en klein. B. Hoog en klein. C. Hoog en groot. Of D. Laag en groot. Dus dan ga je de juiste moeten kiezen en daarom moet je die zin wel kennen. Dat het is een hoog vermogen en een groot dekkingsgebied. Gaan we verder. Op hoge torens werden er antennes geplaatst. Alhoewel deze benadering resulteerde in een uitgestrekt dekkingsgebied, in een grote oppervlakte of omtrek, wat je wil zeggen, was hergebruik van dezelfde zendfrequenties onmogelijk. Hoe komt het dat het onmogelijk was? Vanwege interferentie. Interferentie is een soort storing. Interferentie in deze context betekent dat twee dicht bij elkaar gelegen zenders een signaal verzenden binnen dezelfde frequentieband. Dus vrij vertaald te dicht op elkaar en ze storen elkaar. Deze twee signalen verstoren elkaar. In overlappingsgebieden resulteert dit in een zeer slechte ontvangst van het signaal. Hallo, ik hoor je niet. Wat zei je? Ik hoor je niet. Het is slecht, heel slecht. Dat hebben we gekend hoor. En weet je wat dat ook was? Als je rijdt naar huis of je rijdt naar de stad en iemand belt je op de brug. En als je in het midden van de brug bent, is die hele verbinding verbroken. Maar je belt goed, wordt afgetrokken. We hebben dit alles meegemaakt. Of je bent op Bronsberg met vakantie en je wil een sms verzenden naar je vriendje in de stad. Want hij mag natuurlijk niet mee met de familie op vakantie. Want niemand weet dat je een vriend hebt. Dan moet je helemaal op dat scheepsbed gaan zitten en je telefoon, je cel tegen het plafond houden. Zodat dat sms je verzendt. Vertrekt. Nou, dat had je dus vroeger. Daarom praat men over eerste generatie. En daarom praat men over de jaren 70. Ja, dus 70, 80, 90. Die jaren. Ja, die mensen zullen het wel herkennen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je het weet. Binnen een dekkingsgebied van 3000 vierkante kilometer konden in de jaren 70 alleen 12 mobiele gebruikers tegelijkertijd bellen. Kun je je dat voorstellen? En nu hebben we in huis al bijna 6 mobiele gebruikers. Laat staan, in één huis hebben we al 6. Laat staan, als het vroeger binnen 3000 vierkante kilometers kan je alleen 12 hebben die
bellen of zo tegelijkertijd. Zie je hoeveel er is veranderd in een positieve zin? Nou, nieuwe frequentiebanden reserveren voor mobiele communicatie was onmogelijk. Cellulaire netwerken, dat was de oplossing. Dat was de doorbraak bij het oplossen van het bandbreedteprobleem. Kijk, toen wou je alleen bellen en sms'en, maar nu wil je veel meer. Je wil videocallen, je wil WhatsApp'en, Facebook'en, YouTube'en. Dus ja, nu heb je eigenlijk nog steeds een bandbreedteprobleem in Suriname, want nog steeds klagen ze, mijn internetverbinding is slecht. Ik kan niet volgen of ik kan dit niet. Bij deze communicatievorm vervangen we een zender met een hoog vermogen door een aantal zenders met een laag zendvermogen. Ook hier kan ik een multiple choice vraag stellen. Ik schrijf bij deze communicatievorm, of ik schrijf bij cellulaire netwerken als communicatievorm, vervangen we een zender met een puntjes-puntjes vermogen door een aantal zenders met een puntjes-puntjes zendvermogen. Dan moet jij weten, hoog vermogen en laag zendvermogen. Maar ik ga A, B, C, D voor je zetten met hoog-hoog, laag-laag, hoog-laag en laag-hoog. En je gaat de juiste moeten kiezen. En daarom moet je die zinnen kennen. Daarom moet je alles kennen. Gewoon een aantal keren lezen. En dan weet je het zo, hoor. Een zender-ontvanger, dat noemen we dus een B-station, binnen een cellulair communicatiesysteem dekt een klein gedeelte van het totale dekkingsgebied af. Elk B-station krijgt een beperkt aantal kanalen toegewezen. Omringende B-stations maken gebruik van kanalen die binnen andere frequentiegebieden liggen. Lees het goed. Lees het goed. Hierdoor is de interferentie minimaal. Die tekening daar moet je kennen, figuur 1.1. Het kan zijn dat men je vraagt, teken een cluster met 7 frequenties. Dat is het dit. Of ik zeg nee, teken een cluster met 4 frequenties. Of ik zeg teken een cluster met 8, 9, 6, 5 frequenties. Dan moet je weten wat je gaat tekenen en hoe je het gaat tekenen. Wat doe jij? Oh. Co-channel interferentie. Nou, hergebruik van frequentiebanden betekent dat binnen een dekkingsgebied verschillende cellen dezelfde frequentiebanden gebruiken. Deze cellen worden in de vakliteratuur aangeduid met de term co-channel cells. En interferentie tussen co-channel signalen heet co-channel interferentie. Je moet het kennen. Ik ga het niet iedere keer zeggen. Storende invloeden van thermische ruis kunnen we sterk reduceren. Wat betekent reduceren? Minimaliseren. Verminderen. Door de signaalruisverhouding te verhogen. Heel belangrijk. Verhogen. We kunnen het reduceren door de SR-verhouding te verhogen. Is een beetje herhaling van de vorige leerstof van het eerste kwartaal. Nou, een hoger zendvermogen resulteert immers in een nog grotere interferentie bij de nabijgelegen co-channels. Dit is echt belangrijke informatie. Reductie van co-channel interferentie kunnen we alleen bereiken indien de co-channel cells ver genoeg uit elkaar staan. Dus niet te dicht bij elkaar. Zelfs die cellen hebben last van elkaar. Wanneer elke cel even groot is en B-stations hetzelfde zendvermogen hebben, is de co-channel interferentie onafhankelijk van het zendvermogen. Co-channel interferentie is afhankelijk van, waarvan is het dan wel afhankelijk? Van de celradius. Radius is de straal. Wij kennen het als de R, toch? Nog steeds is het zo, hoor. Bij E-leer of zo ken je dat
als straal hier ook. En de as, dus co-channel interferentie is afhankelijk van de straal. Dus dat is de celradius. Radius is een ander woord voor straal. En het is ook afhankelijk van de afstand tussen het middelpunt van de co-channel cells, D. D, dus de afstand van het middelpunt tot een ander middelpunt. Noemen we D. En het is heel mooi getekend daar. Het kan ook zijn dat je dat moet tekenen voor de rep. Maar die formule is ook erg belangrijk om te kennen. Het kan zijn dat je het gewoon, dat het je wordt gevraagd. Maar het kan ook zijn dat je het moet toepassen. Dus dat je iets moet berekenen, dan moet je die formule kennen. Q is D gedeeld door R. En dat is gelijk aan de wortel uit 3N. Kijk hem hier. Zie je dat? Belangrijk hoor. Nou. Cellen waarin de aanduiding, waarin dezelfde aanduiding staat, gebruiken dezelfde frequentieband. Een zeshoekige cel heet een hexagon. Wat is dan een pentagon? Je mag het opzoeken. Je moet ook veel leren googlen. Gebruik maken van internet. Op een gegeven moment wordt Google je beste vriend. Om een groep cellen die bij elkaar hoort, heet een cluster. Toch? Een cluster is een groep cellen die bij elkaar houdt. We tekenen een dikke lijn. En dan zie je dus in die afbeelding die ik je net heb gewezen, twee clusters. Je moet gewoon al die tekeningen kennen hoor. Het is niet van mooi mooi daar. Natuurlijk ga je voorbeeld 1.1, dat is een som, bestuderen. Eerst ga je het bekijken. Dan ga je het bestuderen en dan ga je het zelf maken. Want de kans is heel groot dat je het op de rep moet oplossen. Hetzelfde geldt ook voor voorbeeld 1.2. Toch? Dat je gaat moeten berekenen, dus neem je calculator altijd mee. Ja? We gaan naar voorbeeld 1.3. Die is ook een hele belangrijke. Die ga je ook moeten kennen en maken en oplossen. Dan wil ik je aandacht vragen voor bladzijde 6. Paragraaf 1.3 gaat over een cellulair netwerk. Een cellulair netwerk heeft een draadloze verbinding naar het vaste telefoonnetwerk. Want ja toch, als je op straat bent of op school bent, moet je je moeder toch kunnen bellen thuis op de huistelefoon. Dat bedoelt men. Vast netwerk. En in de tekening hebben ze een cellulair netwerk voor je afgebeeld. Met een base station, met een mobile station. Een mobile station is gewoon je cellulaire telefoon. Je cel, je telefoon. Vroeger zeiden we je gsm, nu is het je smartphone. Vroeger zeiden we ook je BlackBerry. Dat is je mobile station. En tegenwoordig heb je Samsung Galaxy. Of je Apple. Of je Huawei. Of je telefoon. Dat is je mobile station. Je mobiel station. Je base station, dat is die mast. Ja? En alle base stations bij elkaar noemen we een MSC. En dat is het telefoonnetwerk. Ja? Dus elk mobiel station communiceert met één base station. En dat hangt af van waar je je bevindt. Bijvoorbeeld als je op Lelydorp bent, dan heb je die base station op Lelydorp. Maar ben je op Meerzorg, dan gebruik je met jouzelf de telefoon, je smartphone, een andere base station. Dus iedere keer communiceert jouw telefoon, jouw mobile station, in principe jouw mobile, met een base station. Maar het is eigenlijk de dichtstbijzijnde base station, afhankelijk van de plek waar jij je op dat moment bevindt. Wanneer de gebruiker zich verplaatst, ik rij van Lelydorp naar Meerzorg, en ik ben, of nee, ik rij niet. Mijn vriendin rijdt en ik zit naast haar en ik ben aan het telefoneren. Maar dat gesprek duurt lang. Vanaf Lelydorp tot Meerzorg ben ik aan de telefoon.
dan kan het zijn dat dat gesprek via meerdere B-stations plaatsvindt. Op Leliedorp was het een andere B-station, op Latour een andere, op Meerzorg weer een andere. Maar dat gesprek mag er niet onder lijden dat die verbinding met Leliedorp B-station is verbroken en het is nu naar Latour. Het is ongemerkt. Ongemerkt betekent, ik merk het niet. De bellers merken het niet. Dus het wordt, je kan het zien als een spel, als een volleybalspel. Of als een basketbalspel. Die bal wordt, of een ander balspel. Die bal wordt steeds gegooid en gevangen. Het mag niet op de grond belanden. Dat zijn de spelregels. Iedereen gooit die bal naar elkaar, maar die bal mag niet op de grond belanden. Want dan is het gesprek verbroken. Of iets dergelijks. Zo moet je het zien. Dat zijn de mobile station, de base station en het gesprek. Wanneer, dit betekent dat de bandbreedte van het spraak- en controlekanaal verandert zonder dat de gebruiker van het mobile station of de mobiele station daar iets van mag merken. En dit noemen wij handover. Dus het gesprek is vanaf Leliedorp tot Meerzorg onafgebroken. En zo is dat spel ook van jullie, dat balspel. Hand over. Die bal mag niet op de grond vallen. Je moet het vangen of je moet het goed gooien. En dat doen die base stations onderling. Oké. Het MSC coördineert de activiteiten van alle base stations. En koppelt het cellulaire netwerk aan het telefoonnetwerk. Zo kunnen er 100.000, maar nu misschien meer. Zelfs 100.000 is weinig, man. Cellulaire abonnees en tegelijkertijd 5000 telefoonverbindingen in stand worden gehouden. Ik denk dat het nu veel meer is, hoor. Daarnaast kan een MSC, dus dat is een Mobile Switching Center, toch? De telefoonkosten doorberekenen, want dat is belangrijk voor Telesuur. Hoeveel beltegoed gaan ze aftrekken? En ondersteunt het onderhoud van systeemfuncties. Nou, hier praten ze weer over een CAI, dat is een Common Interface, Air Interface. De communicatie tussen een mobiel en een base station is daarin vastgelegd. En deze interface gaat om 4 kanalen. Een FVC, RVC, FCC en een RCC. En je moet de functies ervan kennen. Ja? Je moet gewoon weten forward voice channel, wat doet het, reverse voice channel, wat doet het, forward control channel, wat doet het, en reverse control channel. Control channels versturen en ontvangen berichten voor het opzetten van verbindingen. Mobile stations die geen telefoonverbinding in stand houden, monitoren continu, dus constant, control channels. Op het moment dat een mobile station wordt ingeschakeld, tast het eerst af welke channel het sterkste signaal heeft. Mobiele verbindingen. Als we bellen naar een mobile station, gebeurt het volgende. Ik wil jou bellen. Of ik wil mijn moeder bellen. Een MSC geeft de oproep door aan alle B-stations. En de B-stations versturen een MC, dat is een broadcastbericht, naar de forward control channels. En elk mobile station heeft een telefoonnummer en een uniek MC-nummer dat uit 15 cijfers bestaat. Kijk maar naar die dingen, je package wat je krijgt als je het koopt. Daar staat het er. Na ontvangst van het MC-nummer verstuurt het mobile station je gegevens naar de RCC. Dus dat is een proces, een procedure als je wil bellen. Verder op bladzijde 8 hebben ze weer zo'n voorbeeldje waar je het zendvermogen moet berekenen. En dat moet je zeker natuurlijk ook kennen. Het kan zijn dat ik het dat ik je juist zeg, dit is het zendvermogen en
Jij moet voor mij berekenen decibel, millidecibel. Het kan zijn dat het omgekeerd wordt gevraagd. Maar goed, je moet het kennen. En je hebt je calculator hard nodig. En kijk, die kanalen, die functies worden zo mooi in een tabel gepresenteerd. Het is een beter overzicht. Het is wat jij makkelijker vindt, maar je moet het sowieso kennen. Dan praten ze verder over hand-off strategieën. Roaming. Kijk, roaming is bijvoorbeeld wanneer je automatisch schakelt naar een bestaande van een bestaande telefoonverbinding naar nieuwe kanalen. Toch? Maar ook in een ander land moet je met je telesuur kunnen bellen, ook al heb je daar geen telesuurmast, maar een andere mast van een andere maatschappij. Je moet toch ook kunnen, in Suriname al, ik kan toch gewoon bellen naar een Digicel-nummer van een vriendin. Dus dat bedoelt men met roaming. Natuurlijk kost het meer geld, maar je kan bellen. Je kan appen. Je kan sms'en. Vroeger was sms de communicatiemiddel. Ja, maar nu heb je WhatsApp. Niemand leest bijna die sms'jes meer. En iedereen vindt die sms'jes lastig. Die ene sms die iedere keer komt, vinden ze lastig. Nou, ja, dus je moet weten wat handover is, wat roaming is, wat handoff is. Al die procedures zijn belangrijk. Je moet het kunnen uitleggen, beschrijven. Ook al is het multiple choice, dan nog moet je het kennen. Wat is MAHO? Wat is mobile assisted? Alles, alles. Het wordt getoetst. En wanneer wordt de, als de afstand groot wordt, dan wordt het signaal zwak. Guard channel methode, queuing. Wat is queuing? Queuing is in de rij staan. Alles is erg belangrijk. De transmissietechnieken ook. Je werkt wel, toch? De transmissietechnieken zijn frequency division, multiplexing, duplexing, time division, duplexing. Wat houdt het in? Beschrijf het voor me. FDD, TDD, multiple toegangstechnieken, heel belangrijk. FDMA, CDMA, TDMA. Het wordt getoetst, de verschillen, de kenmerken. Uitgebreid. En het voorbeeld, dat uitgewerkte voorbeeld ook. Je moet het kunnen beschrijven. Voorbeeld 1.5, voorbeeld 1.6. Het is allemaal belangrijk en moeilijk is het niet. Je moet natuurlijk kunnen berekenen, als je kijkt naar voorbeeld 1.7, moet je kunnen berekenen. Bereken de zendtijd van een bit, bereken de zendtijd van een timeslot, van een tijdslot, bereken de zendtijd van een TDMA-frame. Het is niet voor mooi, zoals men dat zegt. Je moet het zelf kunnen berekenen en. Ja, moeilijk is het niet. Dus ik hoop ja, juist dat je je cijfer ophaalt indien je slecht hebt gewerkt voor het eerste kwartaal.